Ik sta hier op nieuwbouwlocatie Rimpeler, samen met burgemeester Lamboy. We blikken terug op 2019 en kijken vooruit naar 2020. Burgemeester, het is zeker geen toeval dat we hier staan? Nee, zeker niet. De nieuwbouwlocatie van de gemeente Putten. Onlangs begonnen, nu al de eerste woning in gebruik genomen. Mooie plaats, voor de toekomst ook. Ik begreep dat er ook opgravingen hebben plaatsgevonden eerder dit jaar. Ja, dat is het unieke van deze locatie. 750 jaar geleden woonden hier al mensen. Toen jarenlang, decennia, eeuwen niet en nu weer wel. Is het ook moeilijk om aan een woning te komen in Putten? Ja, het is niet gemakkelijk om aan een woning te komen in Putten. Daarin verschilt Putten overigens niet van andere gemeenten. De wachttijd voor met name jongeren om aan een woning te komen, die is lang. Komt ook voor een deel omdat de ouderen te lang blijven zitten in een voor hen te grote woning. En dat probleem van doorstroming is een van de opgaven voor het komende jaar. Inmiddels zijn we aangekomen bij de herdenkingshof, bij de vrouw van Putten. In 2019 was het 75 jaar geleden dat de razzia plaatsvond in Putten. In oktober 2019 vond de herdenking hiervan plaats. Burgemeester, hoe kijkt u terug op deze herdenking? Goed, het was een stijlvolle, waardige herdenking. Die dit jaar voor het eerst werd voorafgegaan door een stille tocht waar ook heel veel jongeren aan deelnamen. En waar een indrukwekkende toespraak werd gehouden door mijn Duitse collega. En daarna hebben we natuurlijk de razziaherdenking zelf gehad. Door de aanwezigheid van de prinses een extra dimensie daaraan gegeven. Een mooie herdenking. Ik begreep dat u enkele weken na de herdenking op bezoek bent geweest met een delegatie in het Noord-Duitse Ladeloend. De plek waar veel Puttenaren na de razzia terechtkwamen. Hoe kijkt u terug op dit bezoek? Ook dat was een mooi bezoek. Daar waren veel Puttenaren bij aanwezig. Het was ook daar de 75ste herdenking. Traditioneel op Volkstrouwertaak, de tweede zondag in november, wordt die daar gehouden. Bijzonder ook van deze keer was dat wij daar een partnerschapsovereenkomst hebben getekend die de vriendschapsband tussen Ladeloend en Putten onderstreept. Tot slot zijn we aangekomen in het centrum, op het Fontanusplein. Ik heb begrepen dat hier de komende tijd flink wat gaat gebeuren. Zeker. Het is een lang gekoesterde wens van de bevolking, van de ondernemers, van het gemeentebestuur om hier één mooi nieuw groot plein van te maken waarbij Fontanusplein en Kerkplein één mooi geheel gaan vormen. Denkt u ook dat de werkzaamheden overlast zullen gaan geven voor bijvoorbeeld ondernemers en het winkelend publiek? Altijd wel een beetje, dat is onvermijdbaar. Maar we zullen wel heel goed rekening houden met de wensen van met name de ondernemers, zodat ze er zo min mogelijk last van zullen krijgen. Klopt dat ook de winkelstraten op de schop gaan? Ja, ook de winkelstraten gaan op de schop. Het gaat gebeuren 1 jaar later. Als dit al klaar is, dan gaan we verder met de winkelstraten die helemaal zullen worden gerenoveerd. 2021 moet dat klaar zijn. Kunt u nog iets vertellen over de markt? Wat gaat daarmee gebeuren? De markt zal tijdens de verbouwing hier in het komende jaar natuurlijk niet kunnen plaatsvinden. Die zal tijdelijk worden verplaatst achter het gemeentehuis. Dus ook de markt gaat gewoon door, zij het op een iets andere plaats. We hebben het gehad over wonen, over herdenken, over het nieuwe centrum. Als u vooruitkijkt naar 2020, ziet u dan nog verder uitdagingen voor de gemeente Putten? Ja, naast de al eerder door jou genoemde is denk ik een grote uitdaging het sociale domein. Hoe houd je de zorg voor iedereen beschikbaar en betaalbaar? Dat is wel een belangrijke opgave voor het komend jaar. Hoe gaat de gemeente Putten dat doen? Door het zoveel mogelijk zelf te doen, ter voorkoming van dure bureaucratie. Aan de ene kant en aan de andere kant door de huisartsen te ondersteunen door de aanstelling van praktijkondersteuners, waardoor de toegang tot de zorg zo goed mogelijk beschikbaar en bereikbaar blijft. Wat wenst u de inwoners van de gemeente Putten toe voor 2020? Ik wens de inwoners van Putten toe dat Putten blijft wat het is. Een warm, sociaal en veilig dorp waarin de mensen omzien naar elkaar. Samenvattend, ik wens ze allen veel heil en zegen en een mooi 2020.